Die ongelijkheid, dat schuurde bij mij heel erg. Alles draait gewoon een beetje om niet zondigen aan al die strenge regels voldoen. Ik had liefst geen hoofddoek. Toen was het gewoon heel agressief aan het worden. Je wist ook, dit is het laatste moment dat ik mijn ouders ga zien. Ja, dat wist ik ergens wel, ja. Berichten met gewoon foto's van wapens en zo. Iedereen heeft een eigen verhaal. En er zijn nog zoveel bijzondere verhalen die verteld moeten worden. Verhalen die ons prikkelen, inspireren, taboes doorbreken of ons leren om te gaan met tegenslag. Ik ben Iris Enthoven en je luistert naar de podcast Held een Eigen Verhaal. Yes, we zijn terug met een nieuw seizoen en de allereerste aflevering trap ik af met Laleh Gül, die vorig jaar debuteerde als schrijfster met haar boek Ik ga leven over haar jeugd in een streng islamitisch gezin. Het boek werd een enorm succes, maar wel tegen een hoge prijs. Het contact met haar familie werd verbroken, vele doodsbedreigingen volgden en ook de gemeenschap keerde zich tegen haar. Even stopte ze met schrijven, maar gelukkig is ze alweer bezig met haar tweede boek. Ik denk persoonlijk dat het heel veel moed vergt om zo kritisch te zijn. En ik vind het ook heel interessant om met je in gesprek te gaan. Dus dank dat je er wilde zijn. Welkom. Ja, dankjewel. Ik vind het ook erg leuk om hier te zijn. Hoe voel je je? Ik voel me op dit moment goed, heel goed. Ja? Ja, het gaat alweer... het gaat nog steeds heel goed met mijn boek. Ik ben weer landelijk nummer 2 qua bestseller, weet je wel. Dus dat je denkt van, nou, het wordt weer minder en dan gaat het toch weer... Ja, dat succes blijft gewoon aanhouden. En ik heb allerlei vertaalrechten verkocht aan landen en daar krijg ik dan mailtjes van en zo. Ik heb natuurlijk mijn columns in kranten. Ik ben op zoek naar een huis en dat vind ik ook, dat proces vind ik dan ook weer heel leuk. Ja, zeker. Dus... Ja, alles gaat gewoon heel goed, behalve mijn studie. Want daar moet ik eigenlijk gewoon hard aan werken. Ben je nog niet afgestudeerd? Nee, ik moet nog een scriptie schrijven. Oh ja, ik ken dit. Ja. Ik heb dit ook echt pas vorig jaar gedaan, heel lang voor me uitgesteld. Ja, precies. En elke keer wil ik eraan beginnen en dan lukt het toch weer niet. Maar het is gewoon een kwestie van discipline hebben. Maar ik denk dat het wel moeilijk is, omdat je natuurlijk nu al echt aan het werk bent. Ja, om dat nog dat stapje terug eigenlijk om die studie af te ronden. Ja, maar het is ook echt hartstikke zonde als ik het natuurlijk niet doe. Ja, en schrijven zou je... Ja, een scriptie schrijven zou in principe binnen je straatje... Ja, ik moet alleen nog inderdaad gewoon een onderzoeksvraag vinden en... Gaan. Ja, precies. Maar ik kan me voorstellen dat je het nu heel druk hebt. Ja. Je boek is natuurlijk uitgekomen vorig jaar. Was het spannend om je boek uit te brengen? Ja, het was heel spannend. Kijk, ik stond er gewoon in van... Nou, ik ben een totale nobody van 23. Dus ik moet al super blij zijn dat zo'n grote uitgeverij mij wil uitgeven überhaupt. Want dat is altijd heel riskant voor hen. Omdat ik geen bekende schrijver ben. Maar ik vond het al heel leuk dat het überhaupt, zeg maar, dat het kon en dat ze dat wilden doen. Ja. Maar dat het dan in één keer zo'n succes zou worden, dat had ik niet voorzien. Nee. Dus dat overviel mij een beetje, maar dat was heel leuk en naar tegelijk. Het was een hele verwarrende periode, maar het was zeker spannend, inderdaad. En van alles kwam op me af. Ik denk dat het misschien goed is, ook voor de mensen die jouw boek niet hebben gelezen, om even bij het begin te beginnen. Want het boek gaat natuurlijk over jouzelf. Hoe was jouw jeugd? Nou, op zich was mijn jeugd gewoon prima. Het is niet dat ik denk van, wat heb ik een vervelende jeugd gehad. Het enige wat ik wel vervelend vond waren de weekenden. Want omdat ik uit een religieus gezin kwam, moest ik vaak naar de religieuze weekendschool. Dus dan leerde je de Koran lezen, Arabisch. Je had gewoon vakken, net als op school. En dan moest je teksten uit je hoofd leren en de regels praktiseren, et cetera. En dat vond ik wel heel vervelend, want ik zag anderen die naar sport gingen of naar muziekles of naar dansles of die leuke dingen deden in het weekend. En voor mij ging... Ja, ik had eigenlijk nooit vrij. Ik had in het weekend ook gewoon school, wat ik heel vervelend vond. En dat begon al vanaf mijn 7e. Dus ja, dat was wel vervelend, maar omdat je dan niet... echt weet wat je mist, dan accepteer je weet niet beter eigenlijk. Ja, precies, je weet niet beter, dus dan accepteer je het ook wel. Maar achteraf gezien denk ik wel van, dat is eigenlijk best wel vervelend. Al die, weet je, ook in de zomer, dat je daar gewoon zat met z'n allen in hele grote groepen en dat je dan alleen maar teksten uit je hoofd aan het leren was en zo, die ik nu toch allemaal onzin vind en waar ik toch niks mee doe. Nee. Dus daar had ik wel achteraf moeite mee. Maar voor de rest had ik op zich gewoon een... prima jeugd. Alleen er was ook niet echt veel geld om leuke dingen te doen of zo. Dus ik heb wel het idee dat ik dat heel erg heb gemist. Ik heb wel altijd... je had zeg maar de optie buiten spelen en thuis zitten.
voor de tv, maar niet echt wat meer of zo. Niet meer, nee. En op een gegeven moment word je ook iets ouder. En in je boek beschrijf je ook goed natuurlijk dat je uit een streng gelovig gezin komt. Ja. Waarbij je moeder eigenlijk nog soms strenger is dan je vader. Nou, op zich waren ze allebei wel streng. Maar inderdaad, mijn moeder die was wel heel erg ermee bezig. En waar mijn vader ook nog gewoon bezig was met ja, geld verdienen, werken, et cetera, was mijn moeder, die was gewoon huisvrouw. En die ging dus in haar vrije tijd ging ze gewoon naar de moskee om daar cursussen en zo te volgen. En dan wou ze dat zo puriteins mogelijk toepassen. Ook bij haar kinderen, dus ook bij mij. En op zich was dat heel lang prima, want dan wist ik gewoon niet beter. Maar vanaf mijn 18e werd dat wel heel moeilijk, omdat ik eigenlijk dacht van, oh shit, eigenlijk vind ik dat helemaal niet leuk, al die regels. En ik wil ook gewoon een vriendje en ik wil ook gewoon dragen wat ik wil, et cetera. Ja, want wat waren de regels? Wat mocht wel, wat mocht niet? Voor heel veel mensen uit die Turkse en Marokkaanse cultuur ervaren dat helemaal niet als streng. Maar omdat ik veel meer die Nederlandse cultuur tot me nam, ervaarde ik het wel als streng. Ja. Dus dan was het inderdaad gewoon een hoofddoek dragen. Niet alles dragen wat je wil. Niet met een bikini of badpak naar het strand kunnen. Geen vriendje mogen voor het huwelijk. Dus eerst moet je dan iemand vinden van de eigen afkomst en de eigen religie. Dan komt er een mega bruiloft. En dan ga je in één keer samenwonen, huwelijksnacht, kinderen krijgen, et cetera. Zoals het bij de meeste meiden uit mijn cultuur gaat. En dat vinden de meeste mensen gewoon prima, maar ik had daar enorme moeite mee. Ik dacht, ja, dat slaat eigenlijk nergens op. En ik wil eigenlijk ook gewoon op de Nederlandse manier, wil ik gewoon een vriendje. En daar wil ik het gewoon mee uit kunnen maken als ik het niet meer zie zitten. En dan wil ik een ander vriendje kunnen nemen en eerst samenwonen en dan pas trouwen. En trouwen hoeft niet eens van mij. En ik weet ook niet of ik zo snel kinderen wil, et cetera. Maar ja, kort gezegd, kleding. Het feit dat ik niet mocht uitgaan, dat ik niet naar het strand kon, geen vriendjes kon hebben, niet kon samenwonen, niet uit huis kon gaan, ook in mijn studententijd. Want ja, er is een soort ongeschreven regel dat je eerst trouwt en dan pas uit huis gaat en niet daarvoor. Nee. Dus die hele studententijd van uit huis gaan en uitgaan, et cetera, dat mocht niet echt mijn deel zijn. Nee, en mensen ontmoeten ook. Ja, precies. Dus mannelijke vrienden hebben, daarmee op straat gezien kunnen worden, dat soort dingen. Ja, dat kon niet. Nee, en ook opmaken, make-up, dat kon ook allemaal niet. En dat kriebelde ergens dus wel aan je, dat je dacht. Ja, dat wilde ik allemaal heel graag doen. En ik wilde gewoon, zoals het in de Nederlandse cultuur gangbaar is, dat wilde ik allemaal doen. Ja. Maar dat dan was je een soort slet eigenlijk in die cultuur. En daar werd je ook voor uitgemaakt. Dus dat vond ik wel moeilijk. Ja, heel moeilijk. En ging je vaak tegen je ouders in? Ja, heel vaak. Ja, met dit soort dingen was het altijd ruzie. Ja. En met te laat thuiskomen. En ik wilde heel graag in een kroeg werken. Nou, dat mocht niet, want dan moet je natuurlijk alcohol serveren. Überhaupt in een restaurant werken vonden ze ook niet niet top, want dan werk je met jongens en mannen en dan gaan ze naar je kijken, et cetera. Dat vonden ze allemaal. Ze dachten zoiets van, ja, ga maar gewoon bij de Albert Heijn werken achter de kassa. Dat is al dat is goed genoeg, zeg maar. Dus er was gewoon heel veel bemoeienis met mijn leven, wat ik heel zwaar vond. En dat zorgde gewoon voor hele explosieve ruzies thuis. Want dan ging ik gewoon met deuren slaan en schreeuwen en zij gingen dan schreeuwen. Ja. En mijn broertje die nam het nooit voor me op. Er was eigenlijk niemand die het echt voor me opnam. In mijn gedachten had ik wel soms de behoefte van om ze helemaal uit te schelden, omdat ik zo boos was. Ja, omdat het best wel oneerlijk is natuurlijk. Ja, ja, zeker. Want ik mocht ook bijvoorbeeld op de middelbare school mocht ik niet mee op schoolreisjes. Dus dan had ik al die leuke reisjes gemist. En als ik dan in discussie ging van waarom mag ik dat niet, dan zei mijn moeder, ja, dat is omdat je dan met jongens op zo'n reisje gaat. En dan ga je in een hotel en dan weet ik niet wat je daar allemaal gaat doen. Dus ze was bang dat, ja, meestal gebeurt dat natuurlijk ook wel bij dat soort reisjes. Ja. Zoenen, uitgaan, dat soort dingen. En zij wilde mij voor alles van dat wilde ze me behoeden. Dus ik mocht ook niet naar het kerstgala, niet naar schoolfeestjes. Niet inderdaad kamperen, op reis, op tripjes. Wat zei je dan tegen je klas? Ja, dat ik schaamde me eigenlijk dat ik de enige was die dat niet mocht. Maar de rest mocht het wel. Ja, omdat ik me daarvoor schaamde eigenlijk, durfde ik nooit echt helemaal eerlijk te zijn. Dus ik ging of ziek melden of allemaal smoesjes verzinnen van, ik vind het geldverspilling of ik ga mijn geld aan andere dingen uitgeven of zo. Ja, ik verzinde altijd wel wat. Maar ja, in mijn eigen hoofd dacht ik wel van, shit, ik wil eigenlijk wel mee naar Parijs. Ja, tuurlijk, met je vrienden. En hadden leerkrachten dat dan door?
Nee, ze hadden het niet door. Wel in het laatste jaar, toen we naar Rome zouden gaan. Toen hadden we wel leraren zoiets van, nou, tot nu toe heb je letterlijk elk jaar bij elk reisje ziek gemeld. Ja. Dat geloven we niet meer. Dus vertel nou hoe het echt zit. Zodat ik wel verteld van, nou, ik heb gewoon strenge ouders die dat niet oké vinden. Nee. En toen heeft zo'n docent tegen mijn ouders gezegd van, nou, dit tripje is wel echt verplicht. Want er zijn allemaal opdrachten aan verbonden. En anders krijgen ze gewoon voor alles een 1 en zo. Dat heeft uiteindelijk wel gewerkt. Want ik mocht wel mee naar Rome. Wel heel fijn ook. Ja, zeker. Het was wel fijn dat de docenten daar... Voor je opkwamen ook. Want ik kan me voorstellen dat het best wel moeilijk thuis kan zijn... dat er niet direct iemand voor je opkomt... als jij zelf kritischer over bepaalde dingen bent. Ja. Want jouw broertje mocht bijvoorbeeld wel alles. Ja, zeker. En ik had ook neven die gewoon op Tinder zaten en zo. En dat wisten familieleden wel, maar het was zo van... ach ja, die gekkert, weet je wel, laat hem maar of zo. Ja. Dus dat werd gewoon gedoogd en dat vond niemand heel heftig. Terwijl als ik op Tinder zou zitten en mijn neef zou dat zien... en die zou het tegen mijn ouders zeggen, dan zou echt... weet je wel, dan zou de wereld op zijn kop staan. Ja. En die ongelijkheid, dat schuurde bij mij heel erg. Maar als ik het daar met andere vrouwen over had... dus tantes, nichten, et cetera... dan was het zo van, ja, je hebt ook wel gelijk... maar dat is heel erg, hoe jij kijkt, is heel erg de Nederlandse cultuur. Ja. En wij zijn nou eenmaal niet zo. En dan dacht ik, ja, dat kan wel de Nederlandse cultuur zijn... maar ik voel me veel beter bij dat gedachtegoed van... alles is gewoon een beetje gelijk en eerlijk... dan dat ik denk van... oh ja, voor meisjes gelden andere dingen dan voor jongens. Ja. En, maar zij hadden niet zoveel moeite daarmee eigenlijk. Zij hadden zoiets van... ja, nou, dat is nou eenmaal zo. En ik ga niet tegen mijn vader zeggen van... hey vader, ik ga uit of zo. Of ik ga een vriendje nemen. Dat was ook geen optie in hun hoofd, zeg maar. En daar wilden ze ook niet echt voor strijden of zo. Nee, misschien ook, weet ik niet hoor, maar de consequenties daarvan zijn ook niet mis. Ja, daarom. Zij hadden liever vrede bewaren en gewoon harmonieus met hun broers, hun neven en hun vaders omgaan dan koffers pakken, oorlog voeren elke dag. En gewoon hun eigen zin doordrukken om maar die gelijkheid te hebben, zeg maar. Ja, dat wilden zij niet en... ik heb dat uiteindelijk wel gedaan. Ja, en waar kwam je ouders? Waar kwam dat vandaan van jouw ouders? Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Maar ik denk gewoon, enigszins... ja, aan de ene kant natuurlijk religie. Dat zijn wel de regels die je gewoon op een... ja, in een moskee, et cetera, gewoon leert. Weet je, dat zijn gewoon van... de vrouwen moeten een hoofddoek dragen. Die mogen niet te zinnenprikkelende kleding aan. Dat is niet goed, want ja, je mag de mannen niet verleiden. Ja. Je moet... seks is voor na het huwelijk. Je hebt gewoon één partner... in je hele leven, weet je wel. En alles draait gewoon een beetje om niet zondigen... en zo goed mogelijk deugen in het leven... en aan al die strenge regels voldoen. Ja. Dus dat is ene kant religie. Aan de andere kant, ja... je hebt ook religieuze mensen die wat vrijer erin staan. Dus dan vind ik het ook lastig van... ja, waarom staan die er dan vrijer in? Ja. Terwijl het dezelfde religie is. Ja, dat vind ik altijd best wel lastig van... ja. Je hebt ook bijvoorbeeld mensen die inderdaad wel hun dochters op reis laten en zo. Ja, precies. Er zit heel veel verschil per gezin natuurlijk. Ja, alhoewel ik wel denk dat er bepaalde punten zijn waar ongeveer die gewoon zeg maar in de hele moslimgemeenschap wel gelden. Hè? Dus bijvoorbeeld geen vriendjes tot het huwelijk, dat is ongeveer wel standaard. En bijvoorbeeld geen homoseksualiteit accepteren is ook wel standaard. Ja. En niet samenwonen voor het huwelijk en bepaalde kledingvoorschriften voor meisjes en niet uit huis gaan en zo. Dat is wel iets wat ik zeg maar over de hele linie zie. Ja, maar de mate waarin, dat verschilt per gezin, ja, denk ik. Ja, met sommige dingen... sommige meiden hoeven helemaal geen hoofddoek te dragen, bijvoorbeeld. Nee. Die mogen wel gewoon zich opmaken, et cetera. Want daarover, gesproken over hoofddoek dragen, gesproken op een gegeven moment... wanneer je ongesteld wordt, word je een vrouw... en dan wordt het geacht om een hoofddoek te dragen. Ja, volgens de regels van de religie... moet je dan vanaf je menstruatie hoor je een hoofddoek te dragen. Ja, hoe was dit voor jou? Ja, dat was voor mij heel vervelend. Want aan de ene kant was ik op die leeftijd... nog helemaal overtuigd van het bestaan van een god. Dus ik wilde wel zo goed mogelijk aan die regels voldoen. Dus wist ik ook van... nou, als ik die god tevreden wil houden... moet ik wel een hoofddoek op. Ja. Dus aan de ene kant wilde ik het. Maar aan de andere kant, als ik het zeg maar... als ik naar mezelf luisterde, vond ik het wel vervelend. Want ja, als het warm weer is, is het vervelend. Het schuift, weet je wel, die naaltjes elke ochtend. En met gimmen, weet je wel, kan je niet echt meer wild voetballen of rennen of zo. Terwijl ik dat wel heel leuk vond. En
ja, met dat soort dingen. En je kan niet meer zwemmen. Dus dan moet je echt naar een vrouwenbad en zo. Dus dat soort consequenties had het dan. En je kan geen shirts meer dragen. Altijd lange mouwen, et cetera. Ja, dat vond ik wel vervelend natuurlijk. Maar ik dacht van, nou ja, het is voor God. Dus ik accepteer het ja, wel. Maar je hebt het wel even uitgesteld, toch? Ja, ik had het wel inderdaad 2 jaar lang geheim gehouden eerst. Want ik was heel vroeg ongesteld, in groep 7 al. Ja, dat was nog op de basisschool. Ik dacht, laat ik het gewoon geheim houden tot ik in de eerste zit. Ja. En dan kan ik het zeggen. Ja. Want ik wilde niet op de basisschool al me hoeven bedekken. En toen heb ik het dus 2 jaar lang geheim gehouden. Ja. Maar ja, op een gegeven moment werd het wel ontdekt. En ik kan het natuurlijk niet altijd geheim houden. Dus op een gegeven moment droeg ik wel die hoofddoek. Hoe was dit voor je? Nou, op zich, ik vond het heel spannend. Want ja, gewoon je hele uiterlijk wordt daardoor bepaald. En hoe mensen je zien en zo. Nou, op een gegeven moment had ik hem op. En ik weet nog dat ik in de metro stapte en zo. En dacht van, oh, iedereen kijkt naar mij of zo. Maar ja, niemand was echt onder de indruk. En op school, ja, al die docenten waren wel zo van, oh, ja, waar komt dat ineens vandaan en zo. Maar voor de rest, weet je, na een paar dagen was iedereen er wel aan gewend. En ik ook. En ja, dat is gewoon, het is meer later dat ik er echt last van kreeg. Omdat ik wist gewoon dat iedereen eerst die hoofddoek zag als ze naar mij keken. Dus op een gegeven moment ben ik 18. En dan ben ik bezig met daten en jongens en zo. Ja. Maar ja, ik viel op Nederlandse jongens. Of nou ja, ik viel op hoe Nederlandse jongens in het leven staan, laat ik het zo zeggen. Omdat zij gewoon veel vrijer zijn en zo. En zo stond ik ook in het leven. Maar ja, die zien dan een meid met een hoofddoek. En dat wordt dan zo erg, ja, daardoor heb je gewoon vooroordelen over iemand, weet je wel. Dus dan kunnen ze ook veel moeilijker kijken naar wie zit de persoon die daarin zit. Ja. Wie zit er in die onder die hoofddoek, inderdaad. En dan moest ik een soort, en ook natuurlijk diegene's familie. Ja. Want dan kom je thuis bij zo iemand. Nou, dat is gewoon super raar, weet je wel. Dan is ineens een schoondochter met een hoofddoek. Dus dan moet je constant uitleggen waarom je die hoofddoek draagt. En wat zei je dan? Ja, ik vond het heel moeilijk, hoor. Ik dacht dan, ik probeerde dan heel goed uit te leggen van, kijk, ja, ik ben dus moslim en daarom draag ik die hoofddoek. Maar eigenlijk mag ik ook, bijvoorbeeld van het geloof, ook geen vriendje, maar ik heb wel een vriendje die geen moslim is. Dus die keuzes continu maken lijkt me best wel moeilijk. Ja, dus ik ging constant uitleggen van, nou, ik hoop dat jullie het accepteren dat ik dit gewoon doe omdat ik uit die cultuur kom. Ja. Maar ik probeer hem ook, ik deed hem ook gewoon heel vaak af en zo als ik bij die mensen thuis was en zo. Dus dat hielp wel mee. Ik moest mezelf gewoon constant uitleggen. En toch vonden ze het altijd raar, weet je wel. Ja. Dus ook met dingen als kerstdiner en zo. Dan komt zo'n hele familie bij elkaar. En dan heeft iedereen natuurlijk gewoon vragen over jouw hoofddoek en zo. Wat ik op een gegeven moment ook gewoon vervelend vond. Maar Tuurlijk. Ik snapte het heel erg. Ja. Van, ja, voor die mensen is het gewoon raar. En waarom profileer ik me als met een hoofddoek, weet je wel? Ik heb ook liever zonder hoofddoek, gewoon met haar, weet je wel. Gewoon zoals iedereen. En deed je dan ook ergens om misschien de familie gewoon gerust te houden? Ja, dat was het. Het was niet per se mijn keuze natuurlijk. Ik had liefst geen hoofddoek. Maar omdat iedereen om mij heen gewoon een hoofddoek had. Dus mijn moeder, mijn oma, mijn nichten, mijn tantes. Dus het was gewoon standaard. Ja. En je droeg hem nou eenmaal. Dus dan deed je hem ook niet meer af of zo. Dus dat was gewoon om hun tevreden te houden. En op welk moment ga je voor het eerst, merk je in jezelf, ik denk dat dat natuurlijk een beetje geleidelijk gaat, maar bepaalde momenten dat je een beetje begint te rebelleren, zeg maar, dat het schuurt? Ja, nou, vanaf mijn 18e had ik dus eigenlijk een vaste vriend. En daar kwam ik heel vaak bij thuis en zo. En hoe vaker ik daar naartoe ging en zo, hoe meer ik gewoon heel erg veel moeite ervaarde met dat geheim houden. Want op een gegeven moment hadden we al 3 jaar een relatie en was het steeds meer vanuit zijn ouders, wanneer gaan we je ouders ontmoeten? Wanneer gaan we je broer een keer ontmoeten? Wanneer gaan we meer van jou zien, weet je wel? En hij ook, van wanneer gaan we een keer samenwonen? Wanneer kom ik eens een keer naar jou toe, et cetera? En dat soort vragen vond ik prangender worden. En, want jouw familie had nog steeds geen idee van überhaupt het bestaan totaal van niet. Ik had het 3 jaar lang geheim gehouden. Waar dachten zij dan dat je was? Ja, ik zei steeds dat ik op mijn werk was of dat ik aan het studeren was tot laat, et cetera. Ja. Maar dat was heel lastig, want ik had 3 jaar lang dus eigenlijk nooit een nachtje bij mijn vriend geslapen. Nee. Dat was natuurlijk gewoon absurd. Dus op een gegeven moment was het zo van, hoe lang wil je dit nog volhouden, weet je wel?
En dat kon natuurlijk niet nog langer volgehouden worden. Ik zat ook elke keer, want hij woonde niet eens in Amsterdam. Dus ik zat ook elke keer in de trein. En dan weer heel laat terug in de trein. Terwijl het bijvoorbeeld weekend was op vakantie. Dus dan kon ik net zo goed daar blijven. Maar dan ging ik de volgende ochtend weer de trein nemen naar hem. Om maar thuis te... Ja, een soort van dubbel leven. Ja, gewoon een dubbel leven. En... Want ik wist dat als ik ergens sliep, dan zouden ze me video bellen, weet je wel. Ja, want ze waren continu aan het controleren waar je was. Ze waren heel wantrouwig, want zij hadden ook wel door van nou, volgens mij voert zij wat in haar schuld. Want zij ging je ook eerst echt naar werk brengen en van werk ophalen, toch? Ja, nee, niet brengen, maar wel ophalen. Of als ik tot sluit ging werken of zo, dan hadden ze wel zoiets van, of je broertje... mijn moeder zei dan van of je vader of je broertje komt je ophalen, want het is gevaarlijk. Ja. Maar dat was eigenlijk een excuus. Ik geloofde niet echt dat ze het gevaarlijk vond, hoor. Het is gewoon van, dan weten ze dat ik heb gewerkt. Ja, gewoon controle eigenlijk. Ja, gewoon controle. En bijvoorbeeld seks is natuurlijk echt nat dan voor het huwelijk. Nee, zeker Maar ik kan me voorstellen, nou ja, dat beschrijf je ook in je boek, dat natuurlijk wel gebeurde met je vriend. Ja, dat was ook iets wat ik gewoon, als een soort... ik ervaarde dat als een heel zwaar geheim. Terwijl, waar gaat het eigenlijk Voelde je over? Je dan schuldig? Ja, in het begin wel, zeker. Ik dacht wel van... Ja, jullie weten helemaal niet dat ik al daarmee bezig ben, zeg maar. En dat voelde als een heel groot geheim. Vooral ook omdat ik heel mijn leven heb gehoord dat dat heel belangrijk is. Ja, dus en waarom is dat zo belangrijk eigenlijk? Vanuit dat is ook zo'n goede vraag. Wat gebeurt er als je dat wel doet? Nou, dat is gewoon een hele grote zonde. Dus dan ik denk dat de consequentie is dat je naar de hel gaat of zo, religieus gezien. Maar ook... Maar cultureel zit daar gewoon heel veel waarde aan, om het soort van je waardigheid bepaalt als vrouw. En waarom dat zo is, dat begrijp ik zelf ook niet. Vandaar dat ik er ben uitgestapt. Maar heel veel mensen begrijpen dat kennelijk wel, anders zaten ze er niet in. Maar... En als vrouwen dan niet maagdelijk zijn bij de huwelijksnacht, heeft dat ook grote consequenties, toch? Ja, want dan heb je het gewoon al eerder gedaan en heb je het geheim gehouden, en dan ben je eigenlijk niet meer te vertrouwen of zo. Heb je geen waardigheid of zo. Ja, het is heel benepen en heel ouderwets, maar het is echt zo. En ik weet dat het niet zo lang geleden in Nederland net zo was. En toen iedereen nog christelijk was en zo. En ik weet ook dat het in... Dat is het bizarre, want ik heb ook een podcast ooit opgenomen met Ilona. En zij is uit de Jehovah's Getuigen gestapt. Ja. En ik vond het best wel bijzonder toen ik ook jouw boek las. Niet dat er natuurlijk vergelijkingen zijn tussen het geloof, maar wel tussen dat het eigenlijk in Nederland tot een aantal jaar terug en nog steeds ook... ongelooflijk strenge leer is in andere geloven. Ik heb ook na mijn boek zoveel brieven gekregen van mensen die zeggen van... in mijn jeugd was het echt niet anders. Want dan was je over de... dan was je gewoon een sloerie als je samenwoonde of zo. Of als je... Dan was je over de puthaak getrouwd of zo. Ik weet even niet meer hoe ze dat noemen, hoor. Maar je moest ook gewoon zo snel mogelijk, als je zwanger was of zo, moest je zo snel mogelijk als vrouw trouwen. Zijnde, als vrouw zijnde moest je eigenlijk gewoon... Terwijl voor mannen had het niet zo heel veel consequenties. Maar als vrouw, daar hing je hele sociale integriteit of zo. Maar ook wat ik heel erg in je boek lees is dat er eigenlijk zoveel van de familie afhangt van wat jij doet als vrouw. Ja. Dus als jij wel seks hebt voor het huwelijk of een andere vriend wil dan bij wie je misschien wordt uitgehuwelijkd, dat afstraalt op je hele familie. Ja, maar dat is gewoon hoe zo'n collectivistische cultuur in elkaar zit. Wat ik ook niet begrijp. Want waarom heeft mijn gedrag consequenties voor mijn ouders of voor mijn broer? Waarom hangt hun soort van eer of waardigheid daaraan vast? Ik heb die dingen nooit begrepen, maar het is wel zo, Ik vind het heel interessant om ook te begrijpen, omdat ik mezelf ook niet kan voorstellen dat als mijn broer zeg maar kattenkwaad het helpt, wat dat met mij te maken zou hebben, weet je wel? Ja. En andersom zou het dan nog heftiger zijn. Ja. Heb je dat ooit een voorbeeld van dat jij dat hebt meegemaakt? Nee, maar ik zag wel constant op de middelbare school had je zeg maar van die bezemgroepen en zo, weet je wel. Dus dat je WhatsApp-groepen had of Telegram-groepen. En daarin werden dan de hele tijd foto's van meisjes die hadden gezoend of ergens waren gespot met een jongen of zo. Daar werden dan foto's en video's, of naaktfoto's in het ergste geval, werd dan daar gedeeld. En zo'n meisje werd dan gewoon helemaal in elkaar geslagen door haar broer of zo. Of die ging van school weg of die ging echt verhuizen naar de andere kant van de stad, omdat ze gewoon niet meer kon functioneren op zo'n school. Ja. Terwijl die jongen die ook in die video zit, die was gewoon alleen maar stoer of zo. Ja, dat is iets wat heel moeilijk te begrijpen is, vind ik. Ja, maar dat zag ik gewoon de hele tijd gebeuren, weet je wel. Van
expose groeps en zo. En naaktfoto's van meisjes die werden rondgedeeld en zo. Maar dat was wel voor mij een waarschuwing van... oh, dan moet ik echt nooit met zoiets gepakt worden en zo. Dus dan deed ik het ook gewoon nee, niet. Precies. Dat is ook gewoon jezelf daarvoor behoeden. Ja. En dan heb je die Nederlandse vriend... en begint alles steeds meer te kriebelen van... dit is misschien niet waarvoor de waarde waarvoor ik sta. Hoe zou je dat zelf het beste omschrijven? Nou ja, ik kwam dus natuurlijk bijna... ja, 3 keer in de week of zo kwam ik dan bij die mensen thuis. En dat was zo vrij. En weet je, niemand die met hem bemoeit of die met mij bemoeit. En dat vond ik allemaal zo fijn. Dat ik dacht van, nou, dit is eigenlijk hoe ik ook in het leven wil staan. Ja. Dus dan ga je jezelf afvragen van, oké, waar sta ik? Wil ik ook zo leven? Dan moet ik toch atheïstisch worden. Maar dan ben ik een afvallige en hoe ga ik dat ooit tegen mijn familie zeggen? Maar waarom draag ik dan die hoofddoek nog? Dus er werden gewoon heel veel vragen van waar je dan mee zat. En hoe lang wil ik dit nog eigenlijk volhouden? En als ik het niet wil volhouden, moet ik dan mijn koffers pakken en wegvluchten? Of moet ik echt de confrontatie aangaan? Ja, heeft dat überhaupt wel zin? Want ik weet toch niet dat ze... Ik weet toch dat ze nooit gaan veranderen. Nee. Of ik ga ze toch niet overtuigen. Dus ik zat dan met die vragen... maar ja, er speelden wel meer dingen mee. Want ik wilde op zich wel mijn koffers pakken en gewoon weg. Maar dan dacht ik van, oh, maar ik heb een klein zusje... die heel erg afhankelijk is van mij. Want er is best wel een groot leeftijdsverschil tussen mij en mijn zusje. Zij was toen 8 of zo. Ja. En ja, omdat ik zoveel van haar hield en zoveel met haar deed... dacht ik van, nee, ik kan het niet maken om weg te gaan. Maar ik had ook een oma waar ik de mantelverzorgster van was. Dus mijn oma die was heel slecht ter been en zo. En we hadden een hele goede band. En ik woonde zelfs bij haar. En zij had gewoon heel veel hulp nodig in het huishouden. En dat deed ik allemaal voor haar. Dus weggaan was niet zo makkelijk. Nee, dus want je houdt ook van, je houdt van je familie. Ja, ja, precies, dat ook. En ik had weliswaar heel veel ruzies met mijn ouders... maar ik had een broertje waar ik rekening mee moest houden... een klein zusje, een oma waar ik de verzorgster van was. Ja, en dus weggaan was niet zo makkelijk als dat mensen dat soms kunnen zeggen. Ja, plus ik was natuurlijk heel jong. Ik was net 18, 19, 20. Dus ik dacht, ja, waar ga ik mijn geld vandaan halen? Wat als het uitgaat met mijn vriendje? Dan zit ik gewoon op straat of zo. Weet je wel. Dus dan ga je met dat soort scenario's moet je dan ook rekening houden. Dan durf je toch niet. Nee. En als je weggaat, ja, dan is het zo permanent. En het is pas... Je bent pas, weet je, 20. Ja, en werd je vaak ook bang gemaakt met de verhalen? Want dat was ook wel in je boek. Dat er dan wel vaak werd verteld, die is weggegaan. Of die is niet het huwelijk ingestapt. Dit en dit kan er gebeuren. Zo'n bangmakerij. Ja, ja, nee, dat gebeurde echt constant. Dus van ja, dat meisje van die en... Ja, de dochter van die en die is ooit weggegaan. Toen is ze zwanger teruggekomen of zo. Of ja, toen is ze mishandeld door haar vriendje waar ze zo verliefd op was. Toen had ze geen keus, is ze teruggekomen. Toen hebben haar ouders haar naar Turkije gestuurd of uitgehuwelijkd of blablabla. Ja. Dat soort verhalen hoorde je dan constant. Of die werd afvallige. En toen heeft God haar gestraft met gehandicapt worden of zo. Ja, die verhalen... afvallig is als je dus niet meer gelooft. Ja, precies, ja. Als je atheïstisch wordt. Ja. En dat soort verhalen deden dan constant de ronde. Je wist nooit wie dat dan waren, maar iedereen had wel zo'n verhaal... waar ze je bang mee gingen maken, inderdaad. En welk moment dacht je nu kies ik daar wel voor? Nou, eigenlijk door mijn boek. Dus ja. Dat is heel recent nog. Want ik, op een gegeven moment had ik het dus uitgemaakt met dat vriendje. Omdat ik dacht van, nou, ik kan niet uit huis. En hij en zijn familie worden steeds dwingender met, en volledig terecht trouwens, dat met, ja, wanneer gaan we jou eens leren kennen? Wanneer ga je hier eens een keer echt komen slapen? Wanneer gaan we samenwonen? Wanneer hebben we een echte relatie? Wanneer kunnen we een keer samen op vakantie, et cetera? Dus dat was gewoon niet meer vol te houden. Nee. Ik dacht, oké, daar zet ik een punt achter. Toen had ik 2 jaar lang een soort van losvaste relaties... waarbij ik eigenlijk geen commitment aanging... maar wel gewoon een gezellige tijd had met iedereen die ik leuk vond, zeg maar. Ja. Ja, dat was ook een beetje een verwarrende tijd... maar dat was een soort van de tijd die ik aan mezelf gunde... om een beetje uit te vogelen wat ik nou wilde en wat ik nou ging doen... In die tijd ging ik eigenlijk, in die 2 jaar dus nadat mijn relatie uitging... dus van mijn 20ste tot 22ste, ben ik eigenlijk bezig geweest met dit boek. Ja. Om maar die gedachtes en die vragen en die frustraties van me af te schrijven. En toen is dat boek gekomen. En toen had ik eigenlijk geen keus meer dan weggaan. Want dat boek werd gepubliceerd. Was je toen al bewust van de consequenties die het zou meebrengen? Ja, maar ik dacht ook ergens van, misschien kom ik er wel mee weg. Maar...
achteraf is dat een hele gekke gedachte. Maar ik dacht van ja, ik ging er natuurlijk helemaal niet van uit dat het een zo'n groot succes zou worden. Dus ik dacht, ja, dat komt dan in een paar boekwinkeltjes. En ja, sommige mensen die dat dan gaan zien, die gaan het lezen. En ja, die sturen mij wel een berichtje, maar dat zullen er wel 100 zijn of zo. En ja, mijn ouders die lezen toch geen boeken. Die komen niet in zulke winkeltjes. Dus misschien gaat het wel volledig langs ze heen. Weet je nog het moment dat het voor het eerst was dat jij door had dat de familie het ook doorkreeg? Ja, dat was toen ik bij Opeen zat. Oké. Okay. Dus mijn boek was uitgekomen en mijn eerste tv-optreden die stond al vast. Want Opeen had me gevraagd. En ik dacht, oh ja, ik ga vanavond bij Opeen zitten. Dat is tv, dus of ik nou wil of niet, dat gaat sowieso. Iedereen gaat dat zien. Ja. En tot dan toe, ja, mijn boek was dus al uitgekomen. Maar mijn ouders hadden er nog niet echt van gehoord, zeg maar. Want ik hield het nog steeds geheim. Ze wisten inmiddels wel dat ik een boek had, maar ze wisten niet waarover het ging. Vroegen ze dat ook niet? Jawel, maar dan zei ik van, oh, het is gewoon een liefdesroman en ik heb maar wat verzonnen. Ja, of zo. Dan ging ik het gewoon een beetje, ja, van me afpraten, ja, of zo. En toen was ik dus bij Opeen geweest en dat, ja, dat werd dus gewoon door iedereen doorgestuurd. Iedereen had natuurlijk gezien. Hele avond werden ze gebeld van, oh ja, Lale zat daar en kijk wat ze allemaal zegt. En ze zegt dat ze niet meer gelooft en ze zegt dat het boek over haar gaat. En ze waren totaal verward, ze wisten niet wat ze overkwam. En toen hadden de mensen in de dagen daarna, hadden sommige mensen dat boek gekocht, gelezen en keurig vertaald aan mijn ouders van, ja, ze noemt jou gewoon dit, zeiden ze dan tegen mijn moeder. En de hoofdstukken waar je over seks schrijft. Ja, precies. Ze schrijft gewoon over... Ja, en ik weet nog dat iemand mijn moeder belde, een vriendin van haar. En die zei gewoon van, ja, ik kan het niet eens uitspreken waar ze allemaal over schrijft. Zo heftig vonden ze het, zeg maar. En ja, toen werd het wel duidelijk. Ja. En dat, daarna, ze waren echt woest natuurlijk. En waarin uitte zich dat? Of wanneer zeiden ze dat voor het eerst tegen jou? Nou, gelijk na die telefoontjes waren ze zo van, ja, leg eens uit, wat gebeurt hier allemaal? Wat zeggen deze mensen? Is het waar? En ik kon niet anders dan zeggen, ja, het is waar. Ik heb mijn gedachtes opgeschreven, et cetera. En toen was het gewoon heel agressief aan het worden. Toen gingen ze alleen maar tegen me schreeuwen. Heel agressief bij mijn arm pakken en zo. De buren kwamen, de weet ik veel wat. Gewoon familieleden, ooms, tantes. Ja. Met z'n allen gingen ze een soort van mij aanvallen. En op een gegeven moment dacht ik van, nou, als dit zo langer... En ze gingen dus verplichten dat ik niks meer ging doen. Dus geen interviews meer, niet op tv. Dus ik mocht ook het huis niet meer uit. Ze gingen me gewoon tegenhouden. Ze zeiden van, ja, je gaat gewoon in je kamer blijven en je gaat gewoon niks meer doen. Dan laat het van, dan vergeet iedereen, ja, het of zo. Ja. Dat was dan hun oplossing uiteindelijk. Maar ja, dat wilde ik natuurlijk wel doen. Ik dacht, ja, ik ga me niet laten opsluiten. Dus op een gegeven moment ging ik gewoon mijn spullen pakken. Ze gaven me geen koffer, dus ik moest allemaal in Albert Heijn tasjes doen. Ze waren erbij toen jij je spullen ging pakken? Ja, maar dan gingen ze me steeds tegenhouden en zo. En steeds blijven schreeuwen en dingen uit mijn handen pakken. Wat heb je verdrietig moeten voelen op dat moment? En eenzaam? Ja, ja, zeker. Het was wel heel zwaar. Vooral die nacht inderdaad. Want het was in de nacht dat ik dacht, ik ga mijn spullen pakken. En dat ging ik dan in plastic zakken doen. En ik had ook veel te veel spullen om zelf mee te nemen, zeg maar. En ik had de burgemeester gebeld. Ja. Ik dacht, ik moet nu uit huis. Ik zei van, ik moet nu uit huis. Ik weet niet waar naartoe. Dus heeft u wat voor me? En dat had ze. Fijn, dus Halsema is dat. Ja, ja. Zij heeft me heel erg gesteund. Wat goed. Want ik kon gewoon niet meer in dat huis blijven. En dat is ook wel logisch. Want ik hoor ook wel eens van mensen, nou, als ik zo over mijn ouders had geschreven, zou ik ook niet thuis kunnen blijven. Zeg maar, nee. Ook van Nederlandse mensen hoor ik dat. En dan denk ik, ja, het is misschien ergens ook wel logisch dat ze zo reageerde. Dus ik verwijt het ze niet eens, heel erg. Maar ik moest gewoon weg en dat lieten ze me ook niet. Dus, was dat met Wilders ook gebeurd, weet je wel. Die had me bij de RTL-debatten een held genoemd of zo. Ja. En dat hadden ze ook allemaal meegekregen. Nou, Wilders, dat is, ja... De duivel natuurlijk voor hun. Ja, in de moslimgemeenschap is dat een soort Hitler, weet je wel. Dus ja, dat was gewoon het ergste wat ze ooit hadden gehoord. En ja, mijn moeder die ging ook flauw vallen en zo nadat ze dat had gehoord. Dus het was gewoon allemaal heel hectisch en heftig voor mij. Maar ik had uiteindelijk een paar tasjes met kleding. En toen ging ik gewoon, ik ging gewoon uit huis. Op een gegeven moment stond ik op straat, ging ik gewoon taxi bestellen. Ging ik gewoon naar dat huis van wat Halsema voor mij had geregeld. Ja. En vanaf dat moment hebben we eigenlijk geen contact meer. Je wist ook, dit is het laatste moment dat ik mijn ouders ga zien. Ja, dat wist ik ergens wel, ja. En je broertje en je zusje?
Ja, die heb ik nog wel gezien. Ja, mijn zusje die vindt het gewoon alleen maar vervelend. Want ja, zij gaat gewoon nog naar die weekendschool en zo, weet je wel. En ze zit ook gewoon op een islamitische basisschool. En zij draagt ook gewoon een hoofddoek en zo. Dus zij hoort dan van die docenten van, ja, dat is jouw zus en zo. En iedereen had het erover, ja, weet je wel. Haar vriendinnen. En dat is gewoon, op die leeftijd is dat natuurlijk enorm superveel, kut. Ja. Want jij bent niet het zusje van. Je hebt natuurlijk je eigen identiteit. En op een gegeven moment ging het nergens anders meer over. Het was gewoon, jouw zus heeft dit gezegd. Jouw zus gedraagt zich zo. Jouw zus maakt ons zwart. Maakt de religie zwart. Is het sowieso, want wat ook vernieuwend denk ik aan het boek is dat er überhaupt nooit heel open over de islamitische gemeenschap wordt gesproken. Nee, het is meestal, kijk, als er al over wordt gesproken, dan is het altijd ja, op een haatvolle manier. Dus mensen als Wilders en zo, die, ja, zeggen van, nou, het zijn allemaal achterlijke mensen. We moeten hun gewoon het land uitzetten of zo. Dat is dan zijn oplossing. Of alle Marokkanen zijn criminelen en we moeten er gewoon minder van, ja, hebben. Nou, dat is natuurlijk veel te heftig voor die gemeenschap. Dat gaan ze nooit pikken. Maar er is nooit echt een constructief gesprek of zo. Dus er is nooit van, nou, we hebben die gemeenschap in Nederland. Daar zijn bepaalde problematische aspecten. Zoals dat homo's vaak in elkaar geslagen worden in die wijken. En dat vrouwen wat minder mogen dan mannen. En weet je, dat er gewoon bepaalde problemen zijn, dat moeten we gewoon benoemen. Ja. Er is niet echt iemand die dat op een normale manier, ja, zegt. Ja, en ook vanuit binnenuit misschien. Ja. Ik bedoel, heel veel mensen vinden iets, maar waar is dat eigenlijk op gebaseerd, weet je wel? Ja, ja. Nou, van binnenuit is er ook wel kritiek, maar dat is nooit in een boek of in een film, weet je wel, dat is nooit openbaar. Dus je hebt wel mensen die bijvoorbeeld het huis verlaten voor hun, ja, vriendje en zo. Ik krijg ook altijd dat soort berichten van, ik heb dat ook 10 jaar geleden moeten doen en ik heb nog steeds geen contact en ik ben gewoon gelukkig zo en zo. Maar dat is nooit openlijk inderdaad. Nee, dan omdat daar meestal ook heel veel, dan straalt het weer af op de familie. Als je zelf, ja, kiest. Dat is, ja, het is gewoon een grote stap. En ja, en heel veel homoseksuelen die mij gemaild hebben. Van, ik heb ook geen contact meer. Of ik weet niet, ik zit nog in de kast. Wat moet ik doen, et cetera. Ja, kijk, die problemen heb je gewoon. Ja. En maar dat wordt allemaal heel erg privé afgehandeld meestal. En naast de berichten inderdaad die je krijgt van gelijkgestemden, heb je enorm veel doodsbedreigingen ook gekregen? Ja, dat was inderdaad ook nog het nare. Want terwijl ik nog in die, ja, die fiti zat met mijn familie en met mijn ouders en met mijn broer, weet je wel, had ik ook nog berichten met gewoon foto's van wapens en zo. Dus daar werd ik ook helemaal kriegel van. Want ik had gewoon in mijn boek had ik gewoon letterlijk geschreven waar ik woon. Dus ik was in een handomdraai te vinden voor, ja, iedereen die mij wat aan wilde doen. Want ik zei al, ik woon in de Kolenkitbuurt in Bosselommer in Amsterdam-West. Ja. Dus nou, dat is helemaal niet zo'n grote buurt. Dus als je iemand zou vragen van waar woont ze, nou, dan had je hem al gevonden. Dus ik voelde me totaal onveilig. En ik deed wel aangiftes, maar ik dacht, ja, wat heb ik aan een aangifte? Wat voor berichten waren het? Dus foto's van wapens? Ja, ook gewoon bedreigingen van, ja, ik hoop dat je doodgeschoten wordt. Ik vind je wel, kijk maar over je schouder, ik weet waar je woont. En ook inderdaad iets van, 9 mensen hadden mij foto's van wapens gestuurd. Ja. Dus gewoon een pistool of een, weet ik veel wat, gewoon een vuurwapen. En mentaal is dit natuurlijk gewoon super heftig. Ja, ik dacht, kijk, aan de ene kant dacht ik wel van, blaffende honden bijten niet. Kijk, als iemand me echt wat aan wil doen, stuurt hij echt geen pistool naar me toe. Dus ik probeerde een soort van nuchter te blijven. Maar aan de andere kant was ik ook eigenlijk in totale paniek. Want ik dacht, ja, ik weet niet hoe gekken, nee, denken. Nee, en sturen is A, inderdaad, maar om het te doen. Ja. Ja. Nee, ik kan me voorstellen dat dat heel beangstigend kan zijn. Ja, dus ik moest sowieso weg van dat adres, zeg, ja, maar, ongeacht wat mijn ouders zeiden, want ik voelde me ook gewoon niet veilig daar. Dus dat ging allemaal, ja, allemaal samen. Dus zowel het succes als de aandacht van de pers, als de bedreigingen, als de ruzies met families, alles was tegelijk en dat was heel heftig. Zag je ook de bedreigingen ook als iets wat daadwerkelijk kon gebeuren? Omdat natuurlijk ook wel in de wereld soms, ja, kritiek op het geloof of beschamen van het geloof, ja, wel consequenties heeft gehad. Ja. Ja, ik vond het heel moeilijk. Ik dacht aan de ene kant, nee, dat zal toch niet of zo. Weet je wel, van, ja, wie gaat er nou mij doodschieten omdat ik een boek heb geschreven? Aan de andere kant, het gebeurt wel constant, weet je wel. Waarom is de hele redactie van Charlie Hebdo neergeknald? Omdat ze een cartoon hadden gemaakt. Dus zo, ja, simpel kan het soms wel zijn. En ook in heel veel andere landen gebeurt dat gewoon, islamitische landen.
van journalisten die opgesloten worden en feministen die inderdaad gearresteerd worden of zelfs gedood. Inderdaad. Dus dat is op zich niet onbekend of zo. En we hebben het in Nederland ook gehad, weet je. Theo van Gogh, Pim Fortuyn, dat had er ook ergens mee te maken. Alhoewel hij niet door een moslim is gedood. Maar ook Ayaan Hirsi Ali heeft het land moeten ontvluchten. Ja. Dus het is niet... Er zijn genoeg voorbeelden. Nee, het is niet geheel onbekend. Nee, snap ik. Hoe voel je daar nu in? Voel je je veilig? Ik krijg ze nog steeds. Alleen als ik aangifte ga doen bij de politie... Ik heb nu al zoveel aangifte gedaan dat ze het niet meer opnemen. Omdat ze zeggen van... Kijk, we kunnen wel je aangifte opnemen, maar we gaan er toch niks mee doen. Want die bedreigingen... Kijk, een bedreiging is pas een bedreiging waar je iets mee kunt doen. Als er staat van ik ga jou doodschieten of zo. Ja. Maar meestal is het van ga maar je graf zoeken. Kijk maar over je schouder heen. Ik hoop dat je wordt doodgeschoten. En dan is het een wens, weet je wel. Dus dan kan diegene tegen de rechter zeggen... Ja, ik hoop het gewoon. Ik zeg niet dat ik het ga doen, weet je wel. Dus ze kunnen er concreet niks mee? Nee, want dat is echt, het moet echt een duidelijke bedreiging zijn. Dus niet van ga maar je graf zoeken of wacht maar tot ik je zie. Al die dingen tellen niet echt mee. Want dan zouden ze honderden mensen moeten opsporen en opsluiten. En dat gaat niet, want er is ook niet... Omdat er geen sprake is van fysiek letsel, dus ze hebben mij nog niks aangedaan, is het ook moeilijk om zo iemand een gevangenisstraf op te leggen. Want dat is gewoon niet zo in de wetten, zeg maar. Wat ik trouwens heel raar vind, want iemand kan mij gewoon bedreigen en mijn leven is daardoor op zijn kop. Maar diegene ervaart totaal geen consequenties. Nee. Dus die krijgt geen straf of zo. Wat ik heel raar vind. Ja. Maar er zit dus nu één persoon vast en dat is de persoon die wapens heeft gestuurd. En er waren wel meer mensen die wapens hadden gestuurd. Alleen eentje was minderjarig. Dus daar is niks gewoon mee gebeurd. En die anderen waren in het buitenland. Ja, en, dus dat is moeilijk op te sporen. Sommige mensen zitten in Azerbeidzjan of in Turkije. Worden ze dan gelokaliseerd. Maar ja, daar kan de Nederlandse politie niks aan doen. Dus één Nederlandse man zit vast. Ja, die zit vast tot 29 september. Die zit inmiddels al heel lang vast trouwens. Echt sinds mijn boek uit is. Okay. Dus sinds februari of zo al. En 29 september heb ik dan een rechtszaak met diegene. Maar waarschijnlijk wordt hij gewoon vrijgesproken. Want je kan hem niet eeuwig vasthouden of zo. Omdat hij me bedreigd heeft. Tenminste, ik zou liefst wel hebben van wel. Want vind hem een... Het is een bedreiging. Ik vind hem een zieke persoon. Ja. En ik zou me onveilig voelen als hij weer op straat vrijkomt. Maar ja, omdat hij me nog niks heeft aangedaan... omdat het slechts een foto was van een wapen... Komt hij waarschijnlijk wel weer vrij. Maakt dat je angstig? Ja, zeker. Ik denk wel van ja, als elke gek met zijn gebrek vrijkomt... ja, lekker dan, weet je wel. Ja. Ik moet daarmee leven. Maar ik vind het dan ook... Maar wat is dan het alternatief, denk ik? Dan moeten ze zulke mensen opsluiten? En hoe lang moeten ze dan vastzitten? Weet je, dat is ook heel moeilijk. Ja, en zwijgen vind ik voor jou ook geen alternatief. Want dat zit gewoon niet in jou, denk ik. Het beste om met dit soort situaties om te gaan... is gewoon op een veilige plek wonen. Heel veel dingen privé houden. Niet op social media delen waar je bent, et cetera. Ja. Dan kunnen ze je, hoop ik, ook niet vinden. Maar dat is ook de reden dat ik niet meer in Amsterdam ga wonen. En we hadden het net over vrouwenrechten en over homorechten. En dat is natuurlijk iets wat jij zelf ook aangaf, wat, nou ja, waar in de islam best wel een oordeel over is. Ja, zeker. Zoals in elk geloof trouwens. Ja, zoals in meerdere geloven, laat dat ook duidelijk zijn. Wat is jouw visie daar nu op? Hoe kijk je daar nu tegenaan met alles wat je hebt geleerd? Maar ja, hoe kijk jij er nu tegenaan? Nou, ik denk dat er gewoon bepaalde problemen zijn. En ik had liever dat er meer mensen waren die gewoon dat openlijk zeiden. Dus je hebt bijvoorbeeld heel veel influencers en zo, met een hoofddoek of van Marokkaanse afkomst en zo. En ja, ik had liever dat zij, zeg maar, hun platforms gebruikten om dat bespreekbaar te maken. Maar dat zie ik niet echt gebeuren, omdat zij natuurlijk ook gewoon bang zijn voor oordelen, et cetera. Ik denk dat er gewoon nog een lange weg te gaan is. Maar ik denk wel dat ik daarin een pionier ben. Want kijk, ik heb nu dus dat boek. En dat is een enorm succes. En ik krijg nog steeds elke dag honderden mails van mensen die zeggen... ik heb precies hetzelfde en dankjewel. Ja, en mooi dat. Wel. Ja, en het wordt... ik heb de filmrechten verkocht. Dus het wordt ook nog eens waarschijnlijk verfilmd. Het wordt vertaald.
Weet je, in het uiterste geval komt het ook op Netflix te staan, et cetera. Ja. En ik denk dat daardoor dat je nog meer mensen kunt bereiken, ja, internationaal publiek. Ja, dus los van het persoonlijke succes gaat gewoon ook het verhaal groter verteld worden waarin jij een van de eerste bent. Ja, en ik werd zelfs uitgenodigd in Dubai voor een tv-show. En Al Jazeera wilde een documentaire over me maken. Ja. Daar heb ik wel allemaal nee tegen gezegd. Want ik wil gewoon niks te maken hebben met het Midden-Oosten. Ik wil ook niet daar naartoe of zo. Ik vind allemaal te veel. Dan word je echt een internationale bekendheid. En dan loop je alleen maar meer gevaar. Dus ja, dat wil ik mezelf gewoon niet aandoen. Maar ja, mensen uit Dubai die stuurden me gewoon hele mailtjes van: ja, als je hier naartoe komt, wij regelen alles, wij betalen alles, hotel, dit en dat. Als je maar op tv komt. Al Jazeera wilde heel graag, die zijn me gewoon de hele tijd achterna gekomen van: we willen heel graag een documentaire over je. Maar ja, Al Jazeera, dat wordt in elk Midden-Oosters land, ja, wordt dat, weet je, ook in Pakistan, in Saudi-Arabië. Ik zit daar niet op te wachten. Nee, dan krijg je natuurlijk ook weer heel veel aversie. Ja. Ja, en ik snap dat ze dan denken van: oh yes, we hebben eindelijk iemand die het durft. Ja. Daar gaan we een documentaire over maken, want we weten dat dat gewoon heel vaak bekeken gaat worden. Ja. En dat bijna elke vrouw in dat soort landen daar zich in herkent, ja, et cetera. Dus ik snap hun gedachtegang wel, maar op persoonlijk vlak is het gewoon... Nee, voor mij is het natuurlijk alleen maar gezeik en kut. Ja. Dus daar zit ik helemaal niet op te wachten. Alhoewel het natuurlijk wel vet zou zijn als ik daardoor een soort van... Ja, beweging in gang. Ja, precies. En als ik daardoor gewoon een soort van internationaal mijn stem laat horen en dan anderen ook inspireren om dat te doen. Maar ja, het is niet voor niks dat bijna niemand dat doet. Want het is gewoon, er is gewoon angst. Het is gewoon gevaarlijk. Ja. Ja. Ben je trots? Ja, eigenlijk wel. Ik ben wel trots dat ik dit heb gedaan. Het heeft me heel veel moois gebracht. Ik schrijf nu columns, vind ik heel leuk. Ik werk aan een tweede boek, weet je wel. Er komt gewoon een verfilming. Ik ga naar het buitenland om dingen te doen. Ik was laatst ook in Venetië om een shoot te doen voor Jan Magazine. Ja. En ja, weet je, dat soort dingen, dat maak je niet mee in je saaie studentenleven. Dus ik ben wel gewoon gelukkig met wat ik allemaal doe nu. En ik kom in aanraking met bekende personen, weet je wel. Ik ga gewoon bij Hans Steeuwen langs en zo. Ja, ja, dat is gewoon... omdat je dan een soort halve BN'er bent. Ja. Ik geniet daar wel van. Ik denk dat je een hele mooie voorbeeldfunctie hebt. En ik denk dat heel veel vrouwen enorme bewondering voor je hebben. Want het vergt gewoon heel veel moed om kritisch te zijn. Ja, dat is zeker zo. En... daarom durf ik wel te zeggen van ik ben trots. Alleen er zijn ook kanten waar ik minder trots op ben. Van bijvoorbeeld hoe mijn zusje nu daaronder leidt. Bijvoorbeeld, zij is gewoon klein, ze begrijpt het allemaal niet. Ze denkt: waarom heb je dat gedaan? Ik hoef dat gezeik niet. Dus dat is er. En mijn ouders die schamen zich kapot. Die durven niet meer in de moskee, weet je wel. Overal waar ze komen gaat het alleen maar over mij. En dat is jouw kind. En kijk wat ze allemaal zeggen. Ja. Dus elke column die ik schrijf, elke tv-optreden die ik doe... Dat heeft zijn weerslag op hun. Ja, en dat weet je misschien ook als je het schrijft of als het online komt. Dat lijkt me ook best moeilijk. Ja, en weet je wat het is? Ik heb zeg maar mijn eigen pad gekozen. Maar ik heb het liefst dat zij ook gewoon vredig kunnen leven hoe zij willen leven. Maar zo gaat dat niet. Omdat ik mijn eigen pad heb gekozen, kunnen zij niet meer vredig leven. Omdat iedereen uit de gemeenschap roddelt, wijst. Zegt van: hoe kijk jij daar tegenaan? Hoe heb jij haar opgevoed? Ja. En hoe is zij zo geworden? Dat is ook door jullie toedoen, et cetera. En omdat ik weet dat zij... Kijk, ik heb daar scheid aan. Maar zij trekken zich dat allemaal aan. En zij vinden dat helemaal verschrikkelijk. En alles draait om hoe je bekend staat bij de mensen. En bla, bla, bla. Dus, en dat is zo belangrijk, hè? Dat lees ik veel in je boek. Dat echt... Terwijl het zou mij kunnen verrotten wat mijn buurvrouw van mij vindt. Ja, daarom. Maar dat is dus die Nederlandse kijk van... Ik ben gewoon een individu en de rest boeit mij niet. En zij hebben die kijk helemaal niet. Dus alles hangt samen met wat een ander van je vindt en zo. En je moet gewoon, weet je wel, je moet gewoon integer zijn of zo. Of je moet, Zou je ouders graag nog willen zien? Nee, want ik denk dat als we elkaar zien, dat het alleen maar agressie is. Dus zij gaan mij alleen maar 1001 dingen verwijten. Ik ga alleen maar zeggen van: ja, maar dat is toch mijn leven. Zij gaan dat weer niet begrijpen. En... Weet je, de wielen van de bus gaan rond en rond. Ik heb het al jaren meegemaakt dat het zo gaat. En op het moment dat er niet echt wederzijds begrip is... of tenminste, er is wel begrip van mijn kant naar hun... want ik respecteer gewoon hoe zij leven. Ik zeg niet van: kom, jullie moeten ook meedoen met mij. Dat zeg ik totaal niet.
Maar zij hebben niet dat begrip voor mij en dan houdt het op. Nu ben je ook redelijk kritisch naar bepaalde dingen. Bijvoorbeeld, ik las laatst ook een column, volgens mij het AD, over dat je ook redelijk kritisch was bijvoorbeeld naar D66. Of naar, ja. Eigenlijk met al die topics die ook te maken hebben met islam of met andere geloven. Ja, die column is helemaal viral gegaan. Ik zag dus op Twitter dat Sigrid Kaag de moslims feliciteerde met het offerfeest. Dat was voor mij gewoon een discrepantie. Want ik denk, D66, die is voor milieu, die is voor halveren veestapel. Die is tegen de boeren, weet je wel. Die is voor dierenrechten, et cetera. Dat staat ook gewoon in hun partijprogramma. Ja. En dan respecteren ze of feliciteren ze eigenlijk wel een groep die op één dag met z'n miljoenen en miljarden tegelijk een stier of een schaap of een koe gaan slachten en dan 4 dagen lang vlees gaan eten. Want dat is het offerfeest in feite. En dat vond ik gewoon, een beetje hypocriet. Dus ik dacht, ik ga er wat van zeggen. En ik zag ook op haar Instagram dat zij, dan zie je van die meisjes, kleine meisjes met een hoofddoek die dan van de weekendschool komen. En zij was dan een wandeling maken door de Schilderswijk in Den Haag. En toen had ze een foto van hun genomen. En toen zei ze, ik ben zo trots op op de diversiteit van dit land. En zij kunnen Arabisch met mij praten en ik kan ook Arabisch. En dat vond ik zo leuk, et cetera. Op zich een onschuldige post. Maar ik denk wel van, je ziet twee meisjes die heel klein zijn met een hoofddoek. En je bent een progressieve partij. Dus zij heeft natuurlijk heel erg veel gezegd over dat ze tegen seksisme is. Ja. En dat ze een vrouwelijk leider is. En feminisme en weet je wel. Ja. Power voor vrouwen en zo. En dan denk ik, je zegt helemaal niks over dat twee kleine meisjes in het weekend naar de Koranschool gaan. En iedereen weet gewoon dat ze daar leren van, je moet een hoofddoek dragen, want anders ga je de jongens verleiden. Ja. En je mag geen make-up en je moet lange jurken aan. En homo's zijn slecht. En dus dat alles wat je op zo'n school leert is in tegenstrijd met de standpunten van een D66. Dus, en als je dan in zo'n post zegt van, ik vind het een verrijking voor het land, die diversiteit, dan denk ik, je mag ook eens wel eens een keer wat kritischer daarover zijn, weet je wel. Dus ik had daar een column over geschreven. Nou, heel veel liefde en haat tegelijk. Echt heel veel mensen die het, heel veel D66 mensen die het totaal niet leuk vonden. Nee. Maar, is er in de media veel angst om daarover te schrijven, denk je? Reacties of... Ja, ik denk het wel. Of om niet inclusief gevonden te worden. Ik bedoel, het is best wel iets, als je iets over iemands geloof zegt, welk geloof dan ook. Het is gewoon best wel moeilijk om daar soms kritisch over te zijn. Ook vooral als je niet zelf vandaan komt. Ja, maar ik denk dat je in Nederland wel heel veel kritiek kunt hebben op het christendom bijvoorbeeld. Ja. Dat is op zich geen gevoelig onderwerp. Ik bedoel, als de SGP... ik weet nog dat de SGP zei van... dat ze zo'n document hadden dat homo's... Dat het eigenlijk niet oké was op school. Ja, dat soort dingen inderdaad. Dan zeggen we ook met z'n allen van, oh, wat achterlijk. En het is een sprong terug in de tijd. En dat soort dingen, weet je wel. Dus bij het christendom ligt het helemaal niet gevoelig. Nee. En ook met, als je bijvoorbeeld naar cabaretiers luistert en zo, dat doe ik best wel vaak. Dan gaat het heel vaak over, en die hebben een intilt kop. En weet je wel, het is helemaal niet... dat je denkt van, oh, daar wordt met respect mee omgegaan of zo. Dus het is heel super beledigend en zo altijd tegenover SGP'ers of gereformeerden. Ja. Of mensen die zich niet laten inenten of hun kinderen niet laten inenten. Het is gewoon, dat is op zich best wel standaard. Het is alleen gevoelig als het gaat om moslims. Ja. Maar dan denk ik, waarom eigenlijk? Ja, omdat die een andere huidskleur hebben of zo. Dan wordt het heel snel gekoppeld met alles racistisch of discriminatie. Terwijl je kan het toch ook over iemands ideeën en geloof hebben zonder per se zeggen van ze moeten het land uit of ik haat mensen met zo'n huidskleur of zo. Dat staat best wel los van elkaar. Heb jij het nagedacht om de politiek in te gaan? Ik ben er wel voor gevraagd en ik heb er ook wel over nagedacht, maar... Ik denk niet dat ik dat zo leuk werk vind. Dus ik ben ervan overtuigd dat ik misschien verfrissend ben voor de politiek. Of dat ik best wel goede ideeën kan aandragen of zo. Daar niet van. Maar het is ook gewoon serieus werk natuurlijk. Ja, nee, 100%. Ja, je moet wel dagelijks ook vergaderingen houden over, weet ik veel, parkeergeld of zo. En dingen die je misschien niet de onderwerpen waar je minder van vindt. Ja, precies. Ja. En dat hoort er dan ook gewoon bij. En ik weet niet zo zeker of mijn rol... Ik kan ook natuurlijk gewoon invloed hebben op een andere manier. Dat hoeft niet per se via de politiek. Ik kan ook gewoon columns schrijven, zoals over zoals mijn column over D66. En dat gaat dan ook gewoon... Weet je, AD is de grootste krant van Nederland. Het gaat ook gewoon overal rond. Ja. Waar denk je dat nog veel verbetering in kan zitten?
Ja, eigenlijk gewoon in het benoemen van dingen. Dus laatst was er bijvoorbeeld naar buiten gekomen dat bijna alle homo-geweld in Amsterdam of in de Randstad, dat is van moslimjongens of van Marokkaanse jongens. En daar was niet echt wat over gezegd. Ja, dat is zelfs toch volgens mij, is daar een brief over naar buiten gekomen dat, ja. Dat volgens mij een partij, corrigeer me als ik verkeerd zeg, heeft gezegd, dit doen we in de zomer, want dan valt het niet te veel op. Ja, precies. GroenLinks, die heeft dat gewoon een soort van half jaar in het laadje gehouden. En net wanneer het zomerreces is en dat ze dan hopen dat niemand het ziet, gaan ze dat dan naar buiten brengen. Nou, dat is natuurlijk, dat heeft gewoon, ja, iedereen weet gewoon dat ze dat doen, zodat er geen kritiek op komt of zo. En dat, dan denk ik, ja, waarom? Waarom bescherm je eigenlijk die daders van dat geweld? Ja. Dat vind ik gewoon een beetje raar eigenlijk. En dat, ja, ik denk gewoon dat je daar gewoon open over kan zijn. Van ja, dat komt gewoon van die gemeenschap en daar moeten we wat aan doen. Ja, omdat daar gewoon meer aversie tegen homo's zit. Ja, dat is gewoon zo en dat weet iedereen, weet je wel. Dus dat zie je ook op straat. Ik heb dat ook zo vaak gezien. Mannen die hand in hand lopen in mijn wijk werden belaagd en uitgescholden. En hetzelfde geldt voor meisjes die met een negroïde persoon hand in hand, dus een meisje van Marokkaans of Turkse afkomst, ja, dan werd je ook gewoon uitgescholden voor hoer uitgemaakt, et cetera. Dus dat soort dingen weet iedereen, weet je wel, of tenminste iedereen die in zo'n wijk woont, ziet dat. En dat mag je ook gewoon benoemen. Dan zeg je gewoon, ja, er zijn bepaalde problemen in die gemeenschap, moeten we werk van maken in plaats van, ja, verdoezelen en geheim houden. Ja, wat hoop jij te bereiken? Ik hoop gewoon goede boeken te schrijven. Wat mensen gewoon leuk vinden om te lezen. Wat mensen tot aan het nadenken zetten. Net als eigenlijk bij mijn eerste boek. Mensen inspireren die misschien hetzelfde schuitje zitten. En denken van daar heb ik wat aan. Ik hoop gewoon met mijn columns ook onderwerpen aan te snijden. Die andere columnisten niet zo gauw doen. Dus daar was mijn laatste column in het AD inderdaad een goed voorbeeld van. Ja, ik denk gewoon origineel zijn, verrassend zijn, niet voorspelbaar, inspireren, laten reflecteren. Ja, ik denk dat wel mijn doelen zijn op dit moment. Ja. En dan als laatste, wat zou je graag aan de luisteraars willen meegeven? Ik zou willen meegeven dat je sowieso ten alle tijden voor jezelf moet kiezen. Ja, is heel cliché, maar heel veel mensen doen dat niet. Dus ik ben heel gelukkig geworden van mijn keuze. En ik krijg ook wel eens mailtjes van mensen die zeggen, ik heb weliswaar geen religieuze ouders en zo, maar ik doe ook bepaalde dingen om maar mijn ouders tevreden te houden. Ja, bijvoorbeeld het zit hem in kleine dingen. Ja, bijvoorbeeld zelfs een bepaalde studie of baan. En ik ben bang dat als ik dat verander, dat ze dan dat ze kritiek zullen hebben of minder trots op mij zullen zijn. Er zijn ook mensen die dat doen voor een partner of zo, weet je wel. En dan, dan zou ik gewoon altijd willen meegeven van kies alsjeblieft voor jezelf. Want weet je, het is jouw leven. Het leven is zo kort. Geniet gewoon. Ga je niet te veel druk maken van wat als. Gewoon doen. Op zich is het dat van Nike, weet je wel. Just do it. Dat is ook een beetje mijn levensmotto. Gooi jezelf gewoon in het diepe. Doe het gewoon. En ik heb ook mensen die zeggen van, ik wil ook een boek schrijven bijvoorbeeld, maar ik durf het niet, want dan gaan die en die boos worden en zo. Dan denk ik ook van, ja, je moet echt onverbiddelijk zijn. Je moet niet te veel rekening willen houden met iedereen, want dan kun je heel weinig nog. Ja, dan zit je vast. Ja, kijk, in mijn tweede boek ga ik ook gewoon het weer over mensen hebben die bestaan. En die gaan ook allemaal boos worden op mij. Ja. Zelfs mensen die bijvoorbeeld van de uitgeverij en zo. En dan denk ik, ja, ik kan wel dat niet doen om maar iedereen tevreden te houden. Maar ik heb zoiets van eerlijkheid is toch wel mijn grootste goed en zo. En openheid en onverbiddelijkheid. Ja. Dus het is gewoon, doe gewoon wat jij wil doen. En dat klinkt allemaal heel cliché en zo. En ik denk ook dat heel veel mensen dat doen. Maar er zijn ook heel veel mensen die dat niet doen. Dus doe gewoon waar je gelukkig van wordt. Nou, ik denk dat je daar heel goed mee bezig bent. Dankjewel, ik doe mijn best. Ja, nou, ik heb enorm veel bewondering voor je. En ik vind het knap hoe je omgaat met alle kritiek. Hoe je eigenlijk tegen de wind inzeilt. En blijft wie je bent. Dus dankjewel. Ik ga mijn best doen. Ja, dankjewel voor dit mooie gesprek. Dit was hem dan, de podcast Held en Eigen Verhaal. Laat me weten wat je van de aflevering vond en vergeet vooral niet te volgen zodat je als eerste op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online komt. Bedankt voor het luisteren, tot volgende week!